Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Het is vandaag zaterdag en dit is onze laatste dag in Ibiza. Ik ben nog steeds in Ibiza, voor mensen die nog niet wisten. En het is nu nog best wel vroeg, alleen wij gaan straks naar Ushuaia. En dat is een van de bekendste feesten hier. En dat begint om 4 uur willen wij er zijn. Dus ja. En als je heel veel zin hebt in deze video, zou ik het heel erg leuk vinden als je een blauw duimpje omhoog doet. En even abonneert op mijn kanaal. En als je het leuk vindt, kan je me ook even volgen op Instagram en Snapchat. Want daar plaats ik best wel veel dingen op. Nou, we hebben in ieder geval 100 kilo make-up op ons hoofd gepleurd. Dus we kunnen in ieder geval wel gaan. Ja, we gaan nu. Oké, we gaan dus nu. En we gaan nu ontbijten. En ja. We zijn uit de kamer. We gaan nu een taxi aanhouden. En dan gaan we naar Ushuaia. En ja, ik voel me een beetje ongemakkelijk in de outfit. Dit jasje maakt het wel nog soort van oké. Maar ja, je moet eigenlijk het gewoon even opzoeken op internet, want het is namelijk echt heel vet. En deze hakken, I can't. Oké, dus wij gaan nu met de taxi naar Ushuaia toe. Maar ja, ik vind het wel heel erg leuk dat ik het ga vloggen. Alleen, ik ben wel een soort van een beetje ongemakkelijk. Haal die taxi aan. Oké, waar gaan we oversteken? Oké, we zijn binnen. Nou ja, Claire is nog niet binnen, maar wij wel. En het is heel anders dan we hadden gedacht. Het ziet er wel leuk uit. Maar het is toch heel rustig. Want het is namelijk tot 12 uur 's avonds en het is nu 4 uur of zo. Nog niet eens. We zitten heel even in de schaduw, want dat is echt fucking warm. En ik heb even een flesje water gehaald voor 9 euro. Nee. Dat echt niet hier zo. Maar het is wel oprecht een heel mooi hotel als je hier zou zitten. Het is ook chill dat er geen andere mensen bij kunnen. En ik heb wel echt heel erg honger. Geniet te doen. En we hebben een leuke foto gemaakt. Volg ons even allebei op Insta, wil je dat niet? Echt misschien meer. Oké, Ivy en ik zijn terug op de hotelkamer en wij gaan lekker Mickey eten. Yay. Ik heb ook even iets anders aangedaan. Dat was een beetje, we hadden het echt een beetje anders ingeschat. We dachten dat gewoon echt iedereen in jurk en hakken, maar iedereen liep ook heel veel mensen gewoon in een bikini en een kort broekje. Gewoon weet je wel, makkelijke dingen. Gimpen allemaal. Dus dat was wel een beetje verkeerde inschatting. Maar ik ben wel blij met mijn make-up ook. Ik ga dit bandje ook gelijk al doen. Ik vind dat zo lelijk altijd. Na even op het bed gelegen te hebben, zijn Ivy en ik in Ibiza stad. Want dat ziet er ook heel lekker uit. En we gaan lekker Mackie halen. En ja, dit is ongeveer de 3e keer dat we hier lopen. Oh ja jongens, ik ga naar de McDonald's. Omdat we heel veel zin hebben in Mac. En ik weet, het is Ibiza en we kunnen overal eten. Maar Ibiza is ook heel duur. En we hadden er gewoon heel veel zin in, dus daarom. Just living the healthy life with my girl. Oh mijn god, dat kan echt niet. Oké, wij lopen weer terug naar het hotel. Zo, ik lijkt het opeens echt heel bruin. Dat ben ik niet. En we gaan morgen weer naar huis. We moeten wel nog de koffers opruimen. Waar we sowieso 100 jaar mee bezig gaan zijn. Maar ik ga eerst proberen alles er gewoon in te duwen. En de rits dicht te doen. En als dat niet past, moet ik alles gaan opvouwen. Dat is ook leuk. En hoe heet het? En anders gaan we het morgen doen, want we vliegen. Nou ja, maar we moeten om 11 uur uitchecken. Daar had ik niet aan gedacht. Ik ging deel wat laatst is, want ik heb gefilmd. Dus dat doet echt super veel pijn. We hebben net in de hotelkamer gelegen. En ik ben zo moe. Maar we gaan nog even één drankje doen. Als het pas niet is, ik heb een pasje. De doosje ligt nog bovenop. Oh, je kan ze wel los doen, doe ik ook wel eens. Ja. En de oortjes zitten nog in de oor. En dat doosje ligt boven. En we gaan nu nog even een drankje doen, maar ik heb geen idee waar. Zien we. Gelukkig worden we gewoon echt de hele tijd achtervolgd. Gewoon door mensen die gewoon achter ons aan gaan lopen. Hier is je hand, hier. Dat moet je. Ik ga hier.
Welkom. Oh, ze gaan nu niet kijken. Kom. Nee. Kom maar, zit te wachten. Wat een eind. Eeuw. Alles worden gewoon opgewacht. Alles goed? Alles goed? We worden gewoon opgewacht. Nou, dat is het. Nou, is het. Following this? Yes. Yes. Just drinking with a girl last night. Happy. Er stond hier net voetbal aan, want Reo heeft gewonnen. Gelukkig merkte je dat hier heel erg. Oké, we zijn terug op de hotelkamer. Ik ben lekker verwilderd, zie ik eruit. Maar ik ga morgen nog even door met vloggen, want volgens mij is deze vlog niet heel lang. We gaan morgen naar huis. Dus dan zien jullie mij morgenochtend weer. Oké, goedemorgen. Het is de volgende dag. Het is zondag. En het is 9:30. We gaan ontbijten en om 11:00 moeten we uitchecken. En dan gaan we bij het zwembad liggen. Mijn stem wordt echt elke dag veel en veel erger. En we zijn heel erg moe. De koffers hebben we wel bijna helemaal ingepakt. En de koffers zijn wel bijna helemaal ingepakt. Dus die van mij. Ik heb alles weer opnieuw opgevouwen. En ben very proud. En nu gaan we naar het ontbijt. Oké, we hebben alles uitgecheckt. Ik ga heel erg graag van de wat ga je doen? Ik heb de koffer gekeken. Ja. En we liggen nu nog even bij het zwembad, want we moesten mij alweer uitchecken. Maar de bus komt om 3:00 om ons op te halen naar de airport. Dus we gaan nu even wachten. Nou ja, wachten. Gewoon bij het zwembad liggen. Het is wel een beetje fris. Ben jij heel blij? Ja. Dus ja, en ik ben echt moe. We hebben uitgecheckt en alle spullen gepakt. We hebben ons even omgekleed. Het is vandaag niet echt heel erg warm. En we gaan nog even lekker een minuutje naar binnen knallen. Kan wat drietjes erbij doen. Wat doen we nu? Nou, ik weet niet waar. Hoe heet deze tent? Geen idee. Je kan hier ook bonen op rood bestellen. Ik zal hem zo even laten zien. En we worden om 3:10 opgehaald. Dus nu kwart over 2 of zo. Kijk, dit kan je bestellen. Ik weet niet wat ik doe, maar die plaatje. Die is toch ook lekker? Ja, die bedoelen we. Deze. Die bonen op rood. Gadver. Oké, we zitten voor het hotel met onze koffers. Because we are leaving now. En wat vonden jullie ervan? Bedankt voor jullie. Geen woorden voor. We hebben er gewoon echt geen woorden voor. Het was amazing. Ik wil er niet. Oké, wij lopen nu in de slurf richting het vliegtuig. In de slurf. Dat heet ze hoor, dat heet slurf. En we moesten gelijk doorlopen, want we hebben echt zo lang in de rij gestaan. Ik heb een drugstest gedaan. Ja, onze handen komt weer van trucks. Terwijl we geen eens trucks hebben aangeraakt deze week, maar oké. Oké, we zouden om 4:45 gaan vliegen. We hebben om 3:10 opgehaald bij het hotel. Het is nu 6:15. We zitten nog steeds in het vliegtuig. En we staan nog stil. Oh, ik dacht, je bent in het gesprek. Dus ja, dat is heel fijn. Transavia. Superleuk. Dus waarschijnlijk, de vlucht is maar 1.5 uur, maar waarschijnlijk komen we 3:00 later aan. Dus gelukkig heb ik wel even een kippensoepje. En? Wat heb je nog meer? Om de pijn een beetje te stillen. Just healthy life. Maar nee, Claire. Also. Die is van Claire natuurlijk, maar ja, dat was het dus. Oké, het is echt al een paar weken verder en ik ben nu alle vlogs aan het editen. En ja, binnenkort komt dus nu de laatste vlog online. En nu zag ik dat het einde een klein beetje raar was. Dat was ik ook vergeten. Maar dat kwam waarschijnlijk omdat wij ongeveer 4:00 vertraging hadden en echt helemaal kapot waren. Dus toen heb ik waarschijnlijk gewoon het einde niet meer gefilmd of dat is weggegaan op mijn camera, geen idee. Maar ja, dit waren dus alle Ibiza vlogs. En ik hoop dat jullie alle vlogs heel erg leuk vonden. Ik vond het echt super leuk om te doen. En ik heb het echt heel erg naar mijn zin gehad. Ik wil Claire en Ijf echt super erg bedanken. En ja, er komen binnenkort weer vakantievideo's. Want ik ga weer op vakantie. Waar ik echt super dankbaar voor ben. En ik wil ook echt iedereen bedanken die allemaal is geabonneerd. Want ik merk dat het de laatste tijd zo goed gaat. En ik ben zo blij daarmee, ook omdat ik ben geslaagd en dat alles gewoon lekker chill gaat, lekker vakantie heb.
Dus ja, eigenlijk op die manier. En dit was dus het einde van mijn Ibiza vlogs. Ik hoop dat jullie het super leuk vonden. Ik zou het ook nog heel erg leuk vinden als je even een duimpje omhoog doet op deze video. En je kan je gratis abonneren op mijn kanaal hier beneden. Je kan ook nog het belletje aanzetten en dan krijg je een melding. En ik zou het ook nog heel erg leuk vinden als je me even op Instagram en op Snapchat volgt. En dan zie ik jullie heel snel weer bij een nieuwe video. Heel erg bedankt voor het kijken. Doei doeg!